Na 63 keer onder de lat bij Oranje te hebben gestaan, is Maarten Stekelenburg geen international meer. De Steek houdt het voor gezien bij Oranje, want na 17 jaar af en aan vond hij het wel mooi geweest. Ik heb dat zelf besloten in de vakantie eigenlijk. Natuurlijk met mijn vrouw en familie en mensen die dichtbij me staan ook overlegd. Ik had zelf natuurlijk wel een bepaald gevoel daarbij. Dus toen had ik eigenlijk mijn beslissing al gemaakt. Ja, dus na het EK had je de knoop doorgehakt? Ja. Waarom? Nou, omdat ik vind dat ik een mooie carrière natuurlijk heb gehad al bij het Nederlands elftal. Het wordt ook een lang en zwaar seizoen bij Ajax. En ik heb 5 toernooien mee mogen maken. Uiteindelijk 17 jaar bij het Nederlands elftal gezeten. Ook periodes weg geweest natuurlijk. En ik vond het wel een mooie afsluiting na het EK. Ja, je dacht niet nog eventjes, het WK is alweer bijna. Ik wacht die nog heel even af? Nee, want die is in principe natuurlijk in december 22. En ik heb hier nog een jaar contract. Dus ja, je weet ook niet hoe dingen lopen. Stekelenburg lijkt in de laatste jaren van zijn carrière in een tweede jeugd beland. Toen hij vorige zomer terugkeerde bij Ajax, leek er vooral een rol als reservekeeper weggelegd. Maar afgelopen seizoen speelde hij 21 duels, won hij de beker en de landstitel. Het kan verkeren. Ik zelf had ook niet echt meer verwacht dat het nog zou gebeuren voordat ik hier terugkwam bij Ajax. Ik ben natuurlijk uiteindelijk in februari gaan spelen. Toen kwam het Nederlands zelf ook weer in beeld. Dus ja, dat is natuurlijk altijd mooi om terug te komen na een lange afwezigheid. Maar ik had niet iets dat ik dacht van, dit ga ik nog jaren doen. Nee, want? Qua belasting ook? Of? Nou, niet zozeer qua belasting, ook omdat ik natuurlijk, je wordt een dagje ouder. En ik word volgende maand 39. En ik denk dat ik in deze fase van mijn carrière, zeker omdat je bij Ajax natuurlijk om de 3 dagen straks weer wedstrijden gaat spelen, dat je ook je rust moet pakken. Ja. Toen je weer kwam, toen had je nog iemand anders voor je natuurlijk. Dat je direct dat je zoveel zou gaan spelen dat je misschien niet helemaal verwacht. En dat je het EK weer zou gaan spelen dat je denk van tevoren ook nooit verwacht. Nee, omdat we weten allemaal natuurlijk wat er is gebeurd met André. Ik ben eigenlijk vanaf dat moment gaan spelen. En we hebben natuurlijk de beker gewonnen, we zijn kampioen geworden. Ja, dat is persoonlijk en voor de club natuurlijk geweldig. En zeker dat je daar je bijdrage aan kon leveren door middel van speelminuten. En dat daarna natuurlijk als toetje natuurlijk dan dat je nog eerste keeper wordt op het EK. Ik denk dat meerdere met mij dat ook niet verwacht hadden. Nu Max. En nu Stekelenburg. Monzon schuift hem er niet in. Stekelenburg blijft staan en weet dan te redden van dichtbij. Beste kans voor Groningen. Je debuut maakte je in 2004, 17 jaar geleden na wat je al zei. Een hele lange tijd dus bij Oranje gehad. Wat zijn nou de hoogtepunten? Ja, het hoogtepunt blijft natuurlijk altijd 2010. De finale van het WK. Dus ja, dat blijft voor mij wel een hoogtepunt. Ja, waar iedereen dan waarschijnlijk altijd over begint, is die redding tegen Brazilië, of niet? De meeste wel, ja. Klopt, ja. Is dat ook een hoogtepunt voor je? Is dat nog iets waar je dan met een goed gevoel op terugkijkt? Natuurlijk. Ja, ik denk dat ik zelf dan ook trots ben op het hele toernooi zelf. Er zijn niet veel spelers in Nederland die kunnen zeggen dat ze een WK-finale hebben gespeeld. En ja, goed, als je praat over die redding tegen Brazilië, dat is natuurlijk tot op de dag van vandaag word ik daar nog wel eens aan herinnerd. En het heeft meer te maken met het feit dat je natuurlijk daarna de wedstrijd natuurlijk kan kantelen en wint. Mooiste redding die je ooit gemaakt hebt? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat het wel een van de belangrijkste is geweest. Ja. Stekelenburg kreeg er deze zomer 2 concurrenten bij. 1 voor nu en 1 voor de toekomst. Remco Pasveer en Jay Gorter. Ja, Mark Overmars heeft niet stilgezeten van de zomer. Dus dat zeg ik. Ik ben nu een paar weken bezig. Weer in het nieuwe seizoen. En goed, gaat prima. Goede gasten ook. En we trainen hard. Ja, gaan ze allebei af? Eerst bijvoorbeeld beginnen met Remco. Ik heb het best gevoel dat jullie het best kunnen vinden met elkaar, of niet? Leeftijdgenoten. Ja. Nee, dat is prima. Dat zeg ik. Jay, ook een hele goede gozer. Nee, dat zeg ik. Dat gaat goed. Dat gaat hartstikke goed. Ja, nu zit Remco in de voorselectie van Oranje. Heb je daar met hem over gehad? Nee, dat kwam een beetje samen allemaal natuurlijk. Dat ik bedankte als international en hij kwam erbij. Jay ook bij Jong Oranje. Dus ik denk dat het qua keepers wel goed zit bij. Ja, dat denk ik ook. Voor de komende jaren in ieder geval zeker. Nou, maar geef jij ze dan... Niet te lang, hè? Maar geef jij Remco eigenlijk tips en tricks voor bij Oranje, of niet? Nee, misschien moet je een liedje uitzoeken die je moet zingen, maar voor de rest... Wat zou hij gaan zingen, denk je? Ik zou het niet weten. Het zal wel Nederlandstalig zijn. Er is onderling duidelijk veel respect. Samenwerken ze voor het grotere doel, presteren met Ajax.
We hebben natuurlijk vorig jaar een niveau laten zien wat we willen evenaren eigenlijk. En we weten ook dat de concurrentie niet stil heeft gezeten. Dus we zullen iedere wedstrijd het weer moeten laten zien. Maar we moeten gewoon iedere dag hard blijven werken en proberen eigenlijk zoals de eerste helft tegen NEC. Dat is eigenlijk de standaard die we voor ogen moeten hebben. Want jij zegt, ik heb nog een jaar contract. Wat zijn jouw plannen eigenlijk voor de komende tijd? Nou ja, sowieso gewoon hier bij Ajax de resultaten halen. Als je wat ouder wordt, dan krijg je natuurlijk een jaarcontract. En dan kijk ik gewoon per jaar aan. Gaat het wel weer een mooi jaar worden, denk ik, of niet? Daar gaan we wel alles aan doen, ja. Je laatste, hè? Nee.